De titel van mijn column is Burenruzie. Een van de grootste bronnen van ergernis over geluidsoverlast na het verkeerslawaai is burengerucht. Daar kunnen de grootste ruzies uit voorkomen. Bewoners van Dukenburg en aangrenzende Nijmeegse wijken beginnen zich nu al te ergeren omdat over twee weken emporium wordt gehouden op de grasvelden van de Berendonk. En die grasvelden zijn eigendom van buurman Wiegen. Dus gaan er op voorhand al klachten richting het gemeentehuis van Wiegen. Dit op basis van een artikel in De Gelderlander dat de organisatie van Emporium ontheffing van het bestemmingsplan heeft gekregen waardoor er 30.000 bezoekers toegelaten mogen worden. Ik heb niet eens geprobeerd deze juridische constructie te snappen. Want 20.000, 25.000 of 30.000 bezoekers, het maakt volgens mij geen ene moer uit. Het dreunende, donke, donke, donke is niet afhankelijk van het aantal bezoekers. Hartelijk dank, buurman, roepen ze in Dukenburg. Ik kan de mensen in Dukenburg geruststellen. Ik woon in Wiegen en bij Oosterwind hoor ik de dreunende bas ook, tot gekmakend toe. Alleen is er bij mij technisch gesproken geen sprake van gemeentelijk burengerucht. Wie last heeft van burengerucht, heeft geluk als de buren gaan verhuizen. Helaas, helaas. Emporium zal niet gaan verhuizen van de Berendonk. Een oplossing zou zijn dat Nijmegen en Wiege gaan fuseren. Dan is er in ieder geval puur gemeentegrenstechnisch in Dukenburg geen sprake meer van burengerucht. Dat lijkt me in het geval van Wiege volstrekt ondenkbaar. Daar kijkt men politiek gezien vooral richting Druten. Niks geen stadse fratsen van Nijmegen in onze gemeente. Maar Nijmegen ligt wel op de loer naar andere buurgemeenten. Tenminste, dat vermoeden hebben ze in Beuningen. Er staat daar in het kersverse coalitieakkoord niet voor niets een passage dat Beuningen vooral zelfstandig moet blijven. Ze voelen daar de bui al hangen. Politiek voorsorteren kan dus geen kwaad. Maar toch is het nieuwe college van Beuningen er niet helemaal zeker van getuigen de volgende passage in het coalitieakkoord. Als er al sprake is van Nijmegen's expansiedrang, dan zal het college van Beuningen handelen in het belang van de inwoners. Dat is een prachtige nietszeggende zin. Er staat niet: gaat u maar rustig slapen, wij verkwanselen Beuningen niet aan Nijmegen. Want waarom zouden ze niet? Samengaan met Nijmegen betekent namelijk dat de kwestie van het zandtransport van de Beuningse Plas naar de Westkanaaldijk in Nijmegen een eens een intern gemeentelijk Nijmeegs probleem is geworden, wegburenruzie. Mooi meegenomen. Ook in de gemeente Heumen vertrouwen ze de boel niet helemaal. Daar staat in het collegeakkoord dat Heumen zelfstandig zal blijven. Er wordt in tegenstelling tot Beuningen niet gesproken over Nijmeegs expansiedrang, maar ik zou daar vooralsnog niet gerust over zijn. Want laten we wel zijn, Malde is toch een soort Brakstein Zuid? Dat kan best bij Nijmegen. En dan kunnen Heumen, Overasselt en Nederasselt zich mooi bij Wiegen aansluiten. Kunnen ze daar met elkaar proberen de windmolens van buurman Nijmegen buiten de deur te houden? Want het zal anders wel een beetje saai worden in de regio. Zo zonder burenruzies.